Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het kenniscafé van Studie Generale en de Observant. Voordat we het vergeten, de gespreksleider en degene die de avond introduceert ook vanavond, Rieke Jansen van de Observant in plaats van Wammersbos. Rieke. Ja, inderdaad. Want Wammersbos, die is ook al een beetje een jaartje ouder, die heeft 4 weken geleden een griepspuit gehaald. En wat wil het lot nu? Hij heeft de griep. Dus ik wens u ook alle hartelijk welkom en ook de 3 heren hier achter de tafel. Dat zijn de 3 hoogleraren, Fred Zijlstra, Andries de Grip en Eimert Kant. Zij weten een hele hoop over dit onderwerp. En ik stel ook voor, we gaan daar eerst, ieder krijgt ongeveer 10 minuten om zijn verhaal toe te lichten. En daarna is het de beurt aan de zaal. Dus hoe meer vragen u heeft, hoe beter dat het wordt. Ik wil eigenlijk beginnen met nog even over het pensioen, wat nu steeds later komt, daar nog even iets over te zeggen. Ik was laatst op een feestje in Utrecht, waar niemand mij dus kent. En daar waren heel veel 30ers. En het was heel aardig en de mensen waren heel leuk en gezellig. En toen komt er een meisje op me af. Ik denk dat ze eind 20 is. Misschien mag ik geen meisje meer zeggen, maar moet ik jonge vrouw zeggen. En die vraagt heel keurig aan mij, want ik was bij een van mijn stiefkinderen. Oh mevrouw, werkt u nog? Ik viel bijna om. Ik dacht, werkt u nog? Ik word morgen 54, dat betekent dat ik nog 13 jaar moet. En mijn vraag is aan de heren hier achter de tafel. Ja, ook dat, maar dat vraag ik dadelijk in de pauze. Mijn vraag aan de heren achter de tafel is dus van hoe moet dat? Hoe kunnen wij op een goede manier ouder worden en toch nog aan het werk? En als eerste wil ik het woord geven aan Eimert Kant, die zelf precies zal zeggen waar zijn vakgebied, wat dat precies is. En hij zal het verder ook allemaal toelichten. Eimert, aan jou het woord. Welkom iedereen op deze avond. Mijn naam is Eimert Kant. Ik ben arbeidsepidemioloog. En in de epidemiologie, het vakgebied van de epidemiologie, bestuderen we allerlei factoren in relatie tot gezondheid. In de arbeidsepidemiologie doen we dat door het werk wat u doet te bestuderen en te kijken wat de relatie is met gezondheid. Waar wordt u, blijft u gezond van? Waar wordt u ziek van? Veel doen we dat door u, misschien niet letterlijk u, maar hele groepen te observeren. En te kijken welke mensen in de loop der tijd een aandoening krijgen, ziek worden, burn-out krijgen, gaan uitvallen. En welke niet. En in de epidemiologie leren we dus eigenlijk evenveel van de mensen die gezond blijven, als dat we leren van de mensen die ziek worden. En in feite de kern van mijn vakgebied. Ik zou de aftrap geven voor vanavond om toch een beetje het kader te schetsen. Want als we het hebben over langer doorwerken, waar komt dat vandaan? En wat zijn eigenlijk de vragen die we met het onderzoek, wat aan de Universiteit Maastricht gebeurt, zouden willen beantwoorden? Het plaatje hier achter me toont eigenlijk 1 van de 3 problemen die we hebben in Nederland. Het plaatje toont aan de voortdurende daling van het percentage jonge mensen in de populatie. Dat is de bovenste lijn, de lichtgroene lijn. En het percentage van mensen boven de 65, wat voortdurend stijgt. En de stippenlijn, hier geeft ongeveer aan waar we nu zitten. Maar de verwachting is dat deze lijn door zal zetten. Het aantal ouderen neemt toe, het aantal jongeren neemt af. En daar hebben we in ieder geval ten aanzien van de pensioenen een groot probleem. Want een steeds kleiner deelte moet het voor een groot gedeelte gaan oplossen. Het tweede probleem wat we hier hebben is, dat staat hier niet op, maar dat we ook met z'n allen ouder worden. En mijn collega's, epidemiologen, hebben de politiek misschien wel jarenlang op het verkeerde been gezet. In de jaren 70 zagen we al dat iedereen ouder werd. Toen zeiden we, ja, dat gaat niet doorzetten, want dat vlakt wel af, want dat kan niet zomaar doorgaan. Dat zeiden we in de jaren 80 ook, dat zeiden we in de jaren 90. En tot op de dag van vandaag zien we dat we maar ouder worden, maar die curve vlakt voorlopig nog niet af. Dus we moeten ook voor een groot gedeelte een langere periode gaan betalen. Nou, dat is de oplossing die ons wordt aangedragen. We gaan langer doorwerken. En iedereen denkt dan, oh, ik moet tot mijn 65ste. Nou, dan moet het tot de 67ste. Maar er ligt in feite een veel groter probleem aan de grondslag. Deze curve toont aan voor mannen en vrouwen afzonderlijk, hier voor de mannen en hier voor de vrouwen, voor een aantal jaren, de laatste metingen zijn het 2008, wat het deelname is over de leeftijdsgroepen heen. En je ziet voor de mannen
dat eigenlijk vanaf een jaar 50 tot 54 die participatie dramatisch afneemt. Hoezo doorwerken tot 67? We presteren nog ineens om met een groot aantal mensen onze, de participatie op 60-jarige leeftijd op peil te hebben. Voor vrouwen ziet u in feite precies hetzelfde. U ziet wel dat in de loop der jaren, want de rode lijn geeft de laatste mening aan, dat de participatie van vrouwen enorm is toegenomen. Ook daar zie je een vrij dramatische afname van het aantal vrouwen wat werkt. Dus één was intro tot het probleem. Ja, we moeten langer doorwerken, maar tegelijkertijd ligt er ook onder dat we überhaupt daarvoor nog een enorme klus te klaren hebben om die arbeidsparticipatie rondom de 60 of de eerder al daar wat aan te doen. Dat heeft geleid tot een vrij grote studie die we aan de Universiteit Maastricht uitvoeren in opdracht van het instituut GAC, de oude bedrijfsvereniging, waarin we samenwerken tussen twee faculteiten. En dat gaat over de bevordering van arbeidsparticipatie van oude werknemers. Een studie om eens te kijken wat zijn nou de oorzaken, determinanten noemen we dat, van doorwerken en langer doorwerken. En ik kom daar een paar keer op terug, omdat we daar een duidelijk onderscheid moeten maken. Het feit of je op je 60ste nog werkt, zijn hele andere factoren en hele andere belemmeringen wellicht, als dat u van uw 60ste door moet trekken tot uw 67ste, bijvoorbeeld. Het is een vrij groot onderzoeksteam. Het is een project geschreven door Nicole Jansen en mijzelf. En op het project is ook Fleur Gommans als promovendus werkzaam. En Dave Steyn. En we werken daarin samen met een van de twee inleiders van vandaag, professor Andries de Grip. Wat we eigenlijk willen onderzoeken is, wat zijn nou de oorzaken van mogelijk van doorwerken? En we kijken naar verschillende facetten. Dat ligt natuurlijk voor een gedeelte in uw werk. Wat voor werk heeft u? Wat moest u doen? Hoe belastend was het? Hoe interessant is het? Hoe motiverend is het? De gezondheid speelt een rol. Wat kunt u nog? In hoeverre wordt u belemmerd door uw gezondheid? We kijken ook naar de privésituatie, de thuissituatie. En, daar zal zo nog voor ingegaan door een van de andere sprekers, op de competenties, de vaardigheden die je hebt, de training die je hebt, de skills om je beroep te doen. We kijken zowel naar vroeg of laat. We kijken niet alleen naar uw huidige situatie. Wat kunt u nu nog doen om door te kunnen werken, maar betrekken ook de arbeidshistorie erin. Wellicht heeft u al 20 jaar van zwaar werk achter de rug. Misschien heeft u al 20 jaar in ploegendienst gezeten. Wat heeft dat gedaan met de situatie waarin u nu verkeert? En hoe ver is dat bepalend voor die groep mensen om nog langer te kunnen doorwerken? Dat is een, we kijken dus naar vroeg en laat, vroeg in de tijd en vrij recentere situaties. Die mogelijkheden kunnen liggen op wat wij noemen micro, meso, macro niveau. Je moet je voorstellen, er zijn een aantal factoren die bij uzelf liggen, uw eigen keuzes die u heeft, het beroep wat u uitoefent. Maar een aantal maatregelen heeft u zelf helemaal niet in de hand. Die liggen bijvoorbeeld op bedrijfsniveau. De situatie die u heeft is op bedrijfsniveau bepaald, dat noemen we dan meso niveau. Een aantal dingen liggen op nationaal niveau. Het aantal uren wat we maximaal mogen werken en de pensioengerechtigde leeftijd zijn bijvoorbeeld twee voorbeelden van macro niveau. En natuurlijk willen we kijken naar waar zit de pijn, waar liggen de mogelijkheden. Kijken naar subgroepen, is dat voor mannen bijvoorbeeld anders dan voor vrouwen? Is dat voor mensen die laag op de sociaal-economische ladder staan anders dan voor de hoogopgeleide? En vooral ook, zitten daar ook nog weer verschillen in gezondheid, maar zie je ook verschillen in beroepen en sectoren? We weten het nog niet, er wordt natuurlijk heel veel genoemd, ja, er zijn zware beroepen. De stratenmaker kan niet doorwerken, maar een hoogleraar kan dat wel. Zou kunnen, maar we weten het nog niet. En het zou dingen zijn die we graag zouden willen onderzoeken. Uiteindelijk moet deze studie, die 4 jaar loopt, opleg gaan leveren van hoe kunnen we ingrijpen en hoe kunnen we het verbeteren, om uiteindelijk het antwoord te geven op de vraag van vanavond. Kunnen we dat wel? En misschien is het antwoord wel heel gedifferentieerd. Misschien voor sommige groepen wel, onder bepaalde condities, voor anderen niet. Dat weten we op dit moment nog niet. Omdat je zo'n onderzoek in de tijd moet doen, tijd is heel belangrijk, wat heeft u vroeger gedaan, wat doet u nu, wat gaat u doen, zou je dus een studie moeten hebben die die tijd goed in zich heeft. En gelukkig
zijn we in de omstandigheid dat we die studie, zo'n frame al hebben. De studie die we gebruiken daarvoor is de Maastrichtse cohortstudie. Een studie die op onze afdeling loopt al sinds 1998. En waarbij we een vrij grote groep werknemers, bij de start waren het meer dan 12.000, in de tijd hebben gevolgd. Die mensen hebben op gezette tijden, dit zijn de puntjes, vragenlijsten gestuurd. Elke keer, hoe is het met uw situatie thuis? Hoe is het op uw werk? Hoe ervaart u dat? Hoe belastend is het? We hebben ook al gekeken naar de link of ze nog werkten, of ze andere keuzes maakten, van baan veranderden, arbeidsongeschikt werden. Ook telkens gevraagd, hoe denkt u over pensioen na? En deze studie die loopt nu sinds 1998. Dus we hebben al een studie van 14 jaar dat we telkens hebben kunnen vragen hoe mensen erover denken. En het is een perfecte studie om bijvoorbeeld te kijken wat is er in het begin gebeurd. En hoe werkt dat door op het doorwerken en langer doorwerken naar de hand. Doordat de studie zo lang loopt is ook het doel veranderd. Want het staat in het begin nog erg op de korte termijn effecten. Word je van je werk moe? Naar de rand keken we naar meer de lange effecten en nu is het geëvalueerd naar alle vragen die te maken hebben met het thema van vanavond. Kunnen we doorwerken langer en plezieriger? En wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren? En deze studie is ook geschikt voor, omdat in het begin was de gemiddelde leeftijd al 41 jaar en nog niemand gepensioneerd. Maar gaandeweg wordt de groep gepensioneerden steeds groter en de leeftijd wordt hoger. Dus het is ook een perfecte groep om te kunnen nagaan welke kunnen het wel en welke kunnen het niet. Dus dat wou ik even als introductie tot het thema even hierbij laten. Dan heb ik nog één vraagje aan jou, Eimert. Kun je al iets zeggen over of wij ook op een makkelijke en goede manier en gezonde manier door kunnen werken? Hebben jullie al iets van die 2012-uitslag? Ja, die hebben we. In deze studie hebben we de 2012-meting verwerkt, maar op zich kun je daar niet zoveel mee. Die moet je in de korte tijd plaatsen. Wat we gedaan hebben, is op basis van die laatste meting gekeken of een aantal aannames van deze studie klopten. En die kloppen, gelukkig. Wat we gedaan hebben, we hebben gekeken naar het concept herstelbehoefte. Dat is een maat van hoe moe komt u thuis en hoe lang heeft u nodig om weer te recupereren. En dat is een maat die iets zegt over de belasting op het werk, maar ook iets zegt over uw lichamelijke en geestelijke toestand. Want het kan zijn dat u heel afgepeigerd thuis komt omdat u heel hard heeft moeten werken. Het kan ook zijn dat het helemaal niet zo zwaar was, maar dat u gewoon niet in staat was om dat te doen. Nou, dat verschil, die behoefte aan herstel, is dus voor ons wel een maat die past in dat concept van langer doorwerken. En we hebben in eerste instantie gekeken of je inderdaad over de verschillende leeftijdsgroepen een verschil zit in herstelbehoeften. En dat zie je. Maar bovenal is dat aan die herstelbehoeften ook totaal andere factoren ten grondslag lagen over de verschillende leeftijdsgroepen. En dat die factoren ook te maken hadden met het domein uit arbeid, gezondheid en persoonskenmerken. Kun je er iets over zeggen dan van, ben ik moeder als ik bijvoorbeeld een rotbaan heb en ik ben toch 60 en ik weet dat ik nu nog 5 jaar en 3 maanden moet? Over het algemeen, wat ik nu zeg, gaan we nog helemaal uitpluizen. Dus je vraagt naar een detail wat je nog niet kan geven. We zien inderdaad wel dat herstelbehoefte te maken heeft met je gezondheid. Ook met hoe zwaar je moet werken. En je ziet dus dat die factoren ook tussen mannen en vrouwen verschillen. Dat is al iets wat hieruit komt. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in het begin hard werken, fysieke arbeid, harde deadlines voor de jongere generatie gelden. Maar dat bijvoorbeeld voor de oudere leeftijd de mogelijkheden om zelf je invloed te kunnen uitoefenen op je werk, wat we dan noemen decision latitude, dat een factor is die vooral bij de ouderen alleen speelt. En die dus heel sterk gaat bepalen wat hun herstelbehoefte is. Dus we zien al wel de scheiding komen van waar je bij de jongeren en de ouderen op moet leggen, maar dat moeten we nog veel verder en veel gedetailleerder gaan onderzoeken. Oké, dus als ik meer vrijheid heb in mijn werk, dan word ik minder moe. Vermits je in de categorie zat waar je net, ja, ik had het niet aan jouw leeftijd durven vragen, maar je hebt net gezegd, je hoort nog niet tot die groep waar dat voor geldt, want het waren er nog wat ouder. Maar okay. Dus dat geldt wel, ja. Dankjewel. Dan mag de volgende het stokje overnemen. Ja, geef me die mee. Ja.
Ja, ik werd al voorgesteld, Andries de Grip. Ik werk bij het Research Centrum Onderwijs Arbeidsmarkt. En ik hou me eigenlijk mijn hele arbeidsloopbaan bezig met hoe mensen zich ontwikkelen in hun loopbaan. Hun competenties en hoe dat zich verhoudt tot studies, tot de arbeidsmarkt en ook nu met pensioen. Ja, dat betreft ben ik een beetje met mijn onderwerpen groeien een beetje meer met de leeftijd. Ik ben hier begonnen met veel aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Toen ik hoogleraar werd, toen ging ik me bezighouden met het leren op het werk en het leren van werkenden. En nu hou ik me al een aantal jaren bezig met het feit dat mensen langer moeten doorwerken, waar ik ook onder val. Eimert gaf het net al aan, hè, van gezien de maatschappelijke vergrijzing en dat we gemiddeld allemaal ouder worden, is het een hele grote noodzaak natuurlijk om langer door te werken. Er is eigenlijk is wel wat discussie over, maar toch vrij weinig. Als je het puur vanuit de kostenkant bekijkt, is dat ook heel duidelijk. Het wordt gewoon te duur als het aantal mensen wat met pensioen is veel groter is dan het aantal mensen wat werkt. Hoe is het beleid daarop ingegaan? Het beleid is eigenlijk op ingegaan om de financiële prikkel om door te werken steeds groter te maken. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Is natuurlijk wat allemaal opgetuigd is in de jaren 80, 90 is het langzamerhand afgebroken. De FUT werd afgeschaft. Prepensioen, 2006 zo'n beetje verdwenen. De afgelopen jaren de discussie gehad over de AOW. Er is heel wat verwarring om geweest, maar toch per saldo gaat die vrij rap van 65 naar 67 jaar. En ook nu gaan de pensioenfondsen, ze noemen dat de rekenleeftijd, 67 jaar wordt nu eigenlijk het uitgangspunt om met pensioen te gaan. En er zit zelfs in de wet al iets in, als we gemiddeld ouder worden, dan zal dat ook nog steeds later worden. En als je de trends doortrekt, begrijp ik van Eimert, dan is er nog wel wat meer winst te wachten in de hoe oud we gemiddeld worden. Het aandacht op die financiële prikkels, die heeft toen geleid dat zowel werknemers als ook werkgevers eigenlijk op relatief korte termijn voor probleem stonden, in ieder geval een deel van hoe blijf ik nou met plezier gemotiveerd en ook productief aan het werk tot die leeftijd. Net had u het ook al iets over, het hangt natuurlijk heel erg af van je functie. Bepaalde functies gaat dat makkelijker dan in andere. Maar dat heeft eigenlijk voor mij geleid tot een groot onderzoek op dat punt. Ik zag dat alles wat in de pensioenwereld werd onderzocht had allemaal te maken met financiën, maar heel weinig eigenlijk met arbeid, ook op mijn eigen vakgebied van de economische wetenschappen. Ik heb samen met het ABP eigenlijk een heel groot onderzoek opgezet, waarin we zowel, het is in de loop der tijd nog verder gegroeid, zowel, ik weet niet of sommigen van u ook meedoen aan het onderzoek, want het is naar tienduizenden mensen toegestuurd. In de overheidsonderwijssector dus, en de bouwsector zit er tegenwoordig ook bij, want het is een APG, kijken we dus naar hoe mensen functioneren. En dat koppelen we ook, omdat we van die mensen natuurlijk weten wat hun pensioenleeftijd is. Dus we hebben bijvoorbeeld ook heel erg gekeken naar de leeftijdsjaren van de mensen die in 1949 geboren zijn en de mensen die in 1950 geboren zijn. En het leuke, als je in die jaren geboren bent, is het leuk in 1949, 1950 wat minder. Want terwijl het leeftijdsverschil heel klein is, is er een heel groot verschil in je pensioenrechten. Dat maakt dus dat als je die twee groepen met elkaar gaat vergelijken, dat je heel goed kunt zien van wat is nou het effect van het lange, jullie noemen het ook al, moeten doorwerken. En dan vinden we verschillende effecten. Wat positieve is eigenlijk van dat we zien dat mensen toch wat meer scholing gaan volgen. En economische modellen, daar klopt dat ook, hè? Want als je langer actief blijft op de arbeidsmarkt, dan rendeert je eigen menselijk kapitaal, zeggen we, ook langer. Dus dat is gewoon heel te verwachten effect, maar dat vinden we dus ook. Maar we vonden dat alleen bij organisaties van een bepaalde grootte. Wij leiden daar dus eigenlijk wat af van, kennelijk speelt de werkgever daar ook een rol bij. Vervolgens hebben we het onderzoek heel erg uitgebreid. Dat is nu een onderzoek wat zowel onder werknemers als onder werkgevers plaatsvindt. En we kijken heel duidelijk van wat zijn de effecten van het personeelsbeleid op het langer met plezier en productief kunnen doorwerken. We gaan het nu ook doen in de zorgsector, dus het is echt wel een onderzoek wat veel aandacht krijgt. Een van de dingen die in ons onderzoek, dat is eigenlijk de aanleiding van mijn onderzoek, wat we in de enquête bij het ABP hebben gedaan, is we hebben werkgevers gevraagd om rapportcijfers te geven, van 6,5 hier tot 8, over de productiviteit
van hier mensen van 35 tot 44, 45 tot 54 en plus 55 plus in hun organisatie. Nou, je ziet dat het volgens werkgevers vrij gelijk blijft tot 54, maar boven de 55 duidelijk lager ligt. Als je dan werkgevers ook vraagt, geef een soortgelijk cijfer over de lonen, dan komt dit eruit. En wat je hier krijgt, dat noemen we eigenlijk de productiviteitsloonkloof. Dat zal in ieder vakgebied anders zijn. Je kunt hierbij ook denken van, dit hebben werkgevers gezegd, is dat nou zo? Nou, in de eerste plaats is het al heel belangrijk dat werkgevers dit denken. Maar het plaatje laat mij ook zien dat de discussie dus eigenlijk om twee dingen gaat. Of de lonen moeten omlaag, dat is natuurlijk ook bij Capgemini zoiets. Hè. Dat is natuurlijk een sector in ervaringskennis weinig waard is, die IT. Dus ja, kennelijk moeten die lonen daar omlaag. Of we moeten ervoor zorgen om die productiviteit in ieder geval niet naar beneden te krijgen. Daar ligt duidelijk mijn aandachtspunt. En Eimert noemde dat al, ik kijk heel erg naar competenties in een heel breed verband. Dit is een psychologisch verhaal. Ik werk trouwens ook samen met de neuropsycholoog op dit punt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wat ze noemen fluid intelligence. Dat zijn allemaal dingen als hoe snel schakel je, je cognitieve flexibiliteit, je informatieverwerking, snelheid, geheugen. En dat geldt eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd. Onder de 20 hebben we die, maar dat gaat eigenlijk hartstikke naar beneden. Dat merk je bijvoorbeeld op het punt van geheugen. Als je memory speelt met jonge kinderen, dat verlies je meestal. Want die kunnen dat veel beter. Dat laat dus eigenlijk zien dat naarmate je ouder wordt, je het niet van deze dingen moet hebben. En ik vind ook een mooi voorbeeld, is altijd de dealing room van banken. Dat gaat alleen maar om die fluid intelligence. Daar ben je op je 40ste al te oud. Want het gaat alleen maar om schakelsnelheid. Wat moeten we daar tegenover stellen? Dat is wat men noemt geaccumuleerde kennis, crystallized intelligence, zeggen psychologen. En dit is een Amerikaans plaatje. Dat is eigenlijk alle kennis die we opbouwen. Opbouwen door te leren, trainingen te volgen, door werk te doen waarvan je leert, door in een omgeving te zitten waarvan je leert. En daar ligt volgens mij ook de uitdaging. Je kunt bij die fluid intelligence, heeft best, het is geen gegeven tempo waar het naar beneden gaat. Maar het gaat wel naar beneden. Ik heb samen met Jelle Jolles, Martin van Boksel ook dat onderzoek gedaan. Als mensen heel lang onder hun niveau werken, dan gaat die fluid intelligence nog wat sneller naar beneden. Als je boven je niveau werkt, pak die uitdaging maar aan, gaat het iets minder. Maar waar je het echt van moet hebben, is toch die crystallized intelligence. En als econoom zeg ik dan ook, ja, investeren in jezelf. Maar het betekent ook heel erg naar bedrijven toe, dat die ook in hun personeel moeten investeren. We hebben die werkgevers in die HBP-sectoren, onderwijs en overheid, ook gevraagd wat specifieker naar competenties. En daar hebben we gevraagd van een plusje, dan zijn ouderen hier 55 plus, er beter in dan de leeftijdsgroep van 35 jaar. En een minnetje minder goed. En het geeft wel een heel helder plaatje. Alle rode dingen, dan zie je dat ouderen het minder goed doen. Dat heeft allemaal te maken met schakelen, flexibiliteit, veranderingen in de organisatie, allerlei technologische IT-vernieuwingen, omgaan samenwerken met collega's, goed, dat komt eruit. Commerciële vaardigheden is ook een hele interessante. Zelf denken we dat komt door de sector. De overheid heeft heel veel sectoren waar men altijd heel erg op procesdeskundigheid was gericht, maar tegenwoordig moet je er ook heel veel commerciële kennis en vaardigheden voor hebben. Die hebben ouderen relatief minder dan jongeren, gewoon omdat ze dat altijd veel minder gehad hebben. Maar het hele positieve is hier, vind ik ook, het groene lijstje. Kennis, vakkennis, verantwoordelijkheid mee omgaan, leiding geven, planning van het werk, deskundigheid, zelfstandigheid, nauwkeurigheid. Met andere woorden, dit zijn zaken waarin je het op een bepaalde leeftijd van moet hebben. Dus bepaalde vakdeskundigheid is van groot belang. De vraag is inderdaad van hoe snel veroudert de kennis op je vakgebied? Als je in een vakgebied zit met snel verouderende kennis, ik noem maar de IT, is dat best moeilijker. Als je leraar Engels bent, is dat al een stuk makkelijker. Dus je moet heel goed kijken naar je vakgebied, hoe snel dat soort kennis veroudert. Maar op zich moet je het van het blijven investeren in je vakkennis hebben. Leidinggeven is ook iets. Je ziet dat ouderen zitten natuurlijk relatief vaker in leidinggevende functies.
Juist net omdat het ook bepaalde ervaring met het proces betreft, dat zijn zaken waarin je het moet zoeken. Nou, het geeft een genuanceerder plaatje, denk ik. Dat ik ook heel kort houden nog. We hebben ook gevraagd van, maar dat hebben we aan werknemers gevraagd, van door wat van soort factoren kun je er nou toe leiden dat je langer gaat doorwerken? Er komen een paar dingen uit. Toch veel meer scholing blijven volgen. De plaatjes die Eimert net liet zien met participatiegraad, dat zijn precies dezelfde plaatjes als ik ze laat zien met hoever mensen aan scholing deelnemen. Dat hield tot voor kort gewoon op als je boven de 55 was. Als je dan nog scholing deed, dan was het voorbereiden op het pensioen. Het is heel duidelijk iets van dat die scholing op peil moet blijven. Een heel belangrijk issue, denk ik ook voor de komende jaren, is ook de hele vraag van deeltijdpensioen. En dan is het de grote vraag nog, is dat iets wat voor die rekenleeftijd gaat plaatsvinden van 67 of daarna? Ik denk, beide dingen kunnen spelen. En we hebben ook een hele hoop HR-instrumenten onderzocht. Het is natuurlijk een hele hoop, hè, met ontziedagen, dat je meer vakantiedagen, noem maar op. Een hele hoop van die dingen. Daar vonden we eigenlijk weinig effect. Maar we vonden wel een heel duidelijk effect van, het is wat vager, maar ik denk wel heel belangrijk, betrokkenheid van de werkgever en het lijnmanagement bij de medewerker. We vatten dat op als een bepaald besef van, ik ben belangrijk voor de organisatie. En er is ook een element van, als ik in problemen kom, dan is er een bepaalde zorg bij de HR in de organisatie. Ik denk dat soort factoren. Het is onderzoek ik gaf net al aan, dat we gaan nu ook in de gezondheidszorg doen, wat natuurlijk een hele interessante sector op het punt is. Waar we nog veel meer doorgaan en waar we eigenlijk die combinatie dus zoeken van HR-beleid, persoonskenmerken en ook elementen van de functieinhoud. Dankjewel. Ik heb één vraag aan jou, Andries, of misschien wel meer, maar ik stel er maar één. Op het laatst zeg je van dat het van groot dat werkgevers de medewerker laten voelen dat hij van belang is. Aan de andere kant, was je bij eerdere plaatjes die je liet zien, was het juist de werkgever die vindt dat de productiviteit keihard daalt. Ik denk juist, dat lijkt me bijna twee andere dingen. Want aan de ene kant moet hij zeggen van ik vind je van belang, maar van de andere kant vindt hij van ja, maar jij werkt niet meer goed genoeg. Ja, dat heeft ook mee te maken met van waar kijkt de werkgever naar? Ik heb het idee dat in heel veel organisaties, veranderingen zijn heel groot, dat leidinggevenden nogal vaak kijken naar dit soort nieuwe dingen. Zeker in de overheidssector, dat je commerciële bent veel minder aandacht hebben voor de oude vakkennis. Ik heb wel het idee van dat je ook nog een. Kijk, het is allemaal heel individueel, maar dat je grosso modo een onderscheid kunt maken bij mensen die op een leeftijd zijn, dat ze er eigenlijk tot voor relatief kort van uitgingen dat ze op hun 60ste al lang met pensioen gingen, of op hun 62ste. Voor die groep hebben een van onze artikelen heet ook Shattered Dreams. Mensen worden ook geconfronteerd met opeens is het heel anders dan je altijd gedacht hebt. Dus er zit ook heel veel teleurstelling, komt er ook bij. Die groep die is natuurlijk al veel eerder opgehouden met leren. Op de lange termijn denk ik ook van, je hebt altijd zo'n onderscheid tussen preventief en curatief beleid. Nu zit je toch met een groep 60-plussers waarbij er nog veel meer extra aandacht moet zijn als ze de aansluiting hebben kwijtgeraakt. Maar ik denk dat voor jongeren, en jongeren is in dit geval alles wat er qua leeftijd al onder zit, veel belangrijker is om te zorgen dat je je competenties op peil houdt en ook uitgaat van het feit dat je op een bepaalde leeftijd ook in een functie moet zitten die je tot je 67ste kunt volhouden. Oké, bedankt. Ik begreep dat grafiekje niet van de loonkosten, waarin de werkgevers aangeven dat die loonkosten dramatisch omhoog gaan. Ik dacht dat toch algemeen bekend is dat bij grote bedrijven het overgrote deel van het personeel op een 50ste, voor een 50ste al op het maximum van hun salaris zitten. Dan kan ik niet rijmen met die dramatische stijging. Nee. Ja, ik kan hier in alle eerlijkheid niet veel meer zeggen dan dat dit onder 800 organisaties de enquêteuitkomst is.
Maar ik denk helemaal gelijk van de top van de meeste schalen zit natuurlijk, heb je al veel eerder. Als je daarna meer beloond wordt, dan is het vaak toch even te maken met promotie. Ik gaf ook al aan, dit is twee dingen. Dit verhaal is dus de perceptie van werkgevers. En ja, dat moet je denk ik wel serieus nemen. En het ligt voor iedereen verschillend. Dankjewel. Dan is nu het woord aan Fred Zijlstra. Ik heb een iets andere invalshoek dan mijn beide voorgaande sprekers. Ik ben psycholoog. En om precies te zijn een arbeids- en organisatiepsycholoog. Dat betekent dat wij, hoewel we in grote mate wel over dezelfde problematiek praten, maar toch net weer een iets andere kijk- en invalshoek hebben. Wat wij bijvoorbeeld doen, is wij kijken naar mensen en hun werk, maar kijken daar ook specifiek naar taken. Kijken daar ook bijzonder naar van wat voor werk doen mensen nu precies en hoe ziet het werk eruit. En vervolgens willen we dan ook wel eens dat werk gaan aanpassen, omdat we zeggen van ja, kijk, wat zijn taken eigenlijk? Taken zijn gewoon afspraken tussen mensen binnen een organisatie. Van hoe verdelen wij het werk? En die afspraken zijn eens gemaakt en zijn ook wel te veranderen. Sterker nog, die veranderen ook regelmatig over de jaren. Dat betekent het ook dat je dat ook wel eens bewust en met opzet zou kunnen doen om bepaalde effecten te creëren. Nou, daar zal ik u straks iets meer over vertellen. Eerst even in het kort van wat voor onderzoek wij nu doen. In grote lijnen zou je kunnen zeggen, het zou vallen onder de noemer duurzame inzetbaarheid van mensen. Nou, dat is een thema dat net al aangedragen is. Nou begrijp ik wel uit de krant vanochtend dat we het woord duurzame niet meer mogen gebruiken. Want dat is door de commercie en door de handel al zo verpest dat mensen daar geen geloof meer in hebben. Duurzame energie en duurzame dit en duurzame dat. We zagen net ook al een mooie bureaustoel die eigenlijk zou zorgen dat mensen langer en duurzamer werken met de handboeien. Dus dat vermaledijde D-woord zouden we eigenlijk niet moeten gebruiken, maar ik doe het toch. Nou, wat is dat duurzame inzetbaarheid dan? Nou, in ons vakgebied is het lang gebruikt met het argument van zo kunnen we mensen langer laten doorwerken. Alsof het met name specifiek voor ouderen zou zijn bedoeld. Nou, dat is het niet. Duurzame inzetbaarheid in onze optiek heeft veel meer te maken met het vinden van een juiste afstemming tussen wat mensen kunnen, en dan komt Andries met zijn competenties, en wat het werk van hen vraagt. Nou, aan beide kanten kun je iets doen, kun je sleutelen. Wat mensen kunnen, de competenties, de vaardigheden, de kennis, kun je veranderen. Je kunt mensen cursussen geven, je kunt mensen nieuwe vaardigheden leren, etc. Aan de andere kant kun je ook de taken veranderen. Nou, wat we nu zien is dat over het algemeen het systeem van functies, taken, tamelijk star en weinig flexibel is. Maar je kunt daar ook naar kijken van, nou, misschien moet je eens een keer kijken vanuit het oogpunt van verschillende leeftijdsklassen. Wat zouden mensen kunnen? Maar vooral ook, wat zouden mensen willen? Nou, we hebben net al gezien, Andries wees er al op, van het verschil tussen crystallized en fluid intelligence. Voor een belangrijk deel klopt dat wel. Maar we moeten ervan uitgaan dat het een beeld is wat gebaseerd is op de situatie van nu. Het kijkt terug. We hebben ook wel gezien, dat Andries heeft ook aangegeven, dat als je mensen traint om bijvoorbeeld flexibel te blijven en zijn, dan kunnen ze dat beter dan wanneer je dat helemaal niet hebt traint. Dus in feite moet je zeggen, die hersenen, dat is net een grote spier. Als je die maar actief houdt, dan ontwikkelt zich dat steeds. Nou, op die manier kun je ook naar de afstemming, we noemen dat de person environment fit, dus de afstemming tussen wat de persoon kan, zijn vaardigheden, kennis, en wat de environment, in dit geval de organisatie, de taak van hen vraagt. Nou, nu is het nog steeds zo dat eigenlijk mensen in organisaties worden aangenomen en dan op een bepaalde functie. En er wordt eigenlijk niet gekeken naar, ja, hoe oud is die persoon? Ja, we houden eigenlijk liefst, huren we een zo jong mogelijk persoon in. Maar het is natuurlijk zo dat afhankelijk van of mensen in veel levensfasen zitten, zijn ze nu 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, hebben ze andere wensen. Hebben ze andere vaardigheden, hebben ze andere kennis, hebben andere bagage. Maar toch vragen organisaties doorgaans van mensen precies hetzelfde. Nou, waarom zou je dan niet veel meer gebruik maken van het feit dat er toch al verschillen zijn tussen mensen op verschillende leeftijdsgroepen, om daar de taken bij aan te passen?
Nou, voorbeelden die wel genoemd zijn. Je kunt mensen veel meer een verantwoordelijkheid laten dragen, een mentorfunctie geven, et cetera, et cetera. Zo, op die manier kun je veel beter aansluiten bij wat mensen kunnen. Een ander punt is van, we zien ook uit de grafieken dat mensen eigenlijk al op hun 60ste, 55, 60ste erover nadenken om mee op te houden. Nou, we hebben ook gekeken naar gevraagd van, waarom wilt u ermee ophouden? Nou, is het niet zo dat mensen ermee op willen houden omdat ze niet meer kunnen. Natuurlijk, er zijn mensen met gezondheidsproblemen waarvoor het lastig is. Maar doorgaans houden mensen ermee op omdat ze niet meer willen. Dus het is veel meer een motivatieprobleem. Nou, en waarom willen ze niet verder? Nou, heel kort gezegd, omdat ze al 10, 15 jaar hetzelfde trucje gedaan hebben en het nu al een keer zat zijn. Ze zien er geen uitdaging meer in. Dus pleit weer voor het feit dat je leeftijdsgebonden taken zou moeten kunnen aanpassen aan wat mensen willen en kunnen. Een ander punt waar we naar moeten kijken is dat het werk, en dat heeft ook net al door Andries al aangegeven, het werk in de laatste 30, 40 jaar ontzettend is veranderd. Het legt een veel grotere druk op mensen. Er zijn allerlei oorzaken voor. De technologie is er één van. We werken nu allemaal met zeer geavanceerde technologie. Wat er op neerkomt dat we veel meer met ons hoofd moeten werken dan dat we met onze handen en voeten en de rest van het lichaam moeten werken. Daarnaast speelt een rol dat we nu zaken hebben als de afstemming tussen werk en privé. We zien in een samenleving, dat is ook in die curve te zien, dat steeds meer vrouwen op de arbeidsmarkt actief geworden zijn. Wat op zich een goede ontwikkeling is, maar het heeft wel met, als consequentie dat mannen en vrouwen samen moeten afstemmen van wie wat doet. Werk, huishouden, kinderen, etc. Dus de work-family balance, zoals ze dat zeggen, is een issue geworden. En dat legt een druk op beide. Daarnaast zien we dat de manier waarop het werk de laatste decennia georganiseerd is, veelvuldig in teamverband gebeurt. Dat betekent dat we eigenlijk teams hebben waarin we verwachten dat de teamleden gezamenlijk kunnen optreden en elkaar ook kunnen vervangen als het nodig is. Want als er dan één van de teamleden ziek is, kan het werk gewoon doorgaan. Dat heeft een aantal consequenties. Het betekent op de eerste plaats dat je naast je vakinhoudelijke kennis van hoe doe ik het werk, ook sociale vaardigheden moet hebben. Want je moet met je teamleden communiceren, afstemmen, plannen wat je gaat doen. Dus waar je voorheen puur alleen voor je vak inhoudelijke zaken was, moet je dus nu ook die andere zaken doen. Ik gebruik graag het voorbeeld van een kamermeisje in een hotel. Vroeger werden de kamers opgeruimd, schoongemaakt en weer klaargemaakt voor de volgende door een heel team. Dat gebeurt nog steeds. Maar vroeger had men een uur per kamer, deed er niet zo te. Nu is het heel strak afgeregeld. Ze hebben 12 minuten om een kamer te doen, maar nog steeds met het team. Dat betekent dat ze heel goed moeten weten wat ze moeten doen, in welke volgorde ze het moeten doen. Ze moeten hun eigen werk dus goed kunnen plannen. Ze moeten goed kunnen afstemmen met hun collega's van wanneer kom jij, wanneer kom ik en hoe doe jij het en hoe doe ik het. Met andere woorden, die planningsvaardigheden en de sociale vaardigheden zijn veel belangrijker geworden. Dat komt bovenop de vakkennis, dus de competenties die Andries noemde. Daarnaast zien we dat de druk op mensen groter is, de intensiteit. Want een van die kenmerken van dat werken in teams, dat hebben we met name in de jaren 90 heel sterk gezien. Als je 10 mensen hebt die het werk doen, en dan gaat het goed, maar dan wordt er eentje ziek. Nou, dan gaat het met 9 gaat het gewoon door. Dan denkt zo'n werkgever na verloop van tijd van, hey, dat is interessant. Met z'n 9 kunnen ze het ook. Dus waarom zou ik 10 mensen betalen? Nou, dat gaat een tijdje en dan vervolgens wordt er weer eentje ziek. En anderen nemen over en jawel, het werk gaat gewoon door. Dus met andere woorden, dat hebben we in de jaren 90 heel sterk gezien, dat organisaties eigenlijk, ja, ze noemen dat lean, maar wij voegden er vaak aan toe ook mean, lean en mean werden. In die zin van gestript tot op het bot. Al het overtollige vlees weggehaald. Nou, er zijn economische redenen voor en dat kan ik u ook wel noemen, maar dat wil ik u nu besparen. Maar dat betekent wel dat er steeds de tendens dat we met minder mensen hetzelfde werk moesten doen. Dat legt een druk op mensen. We zien ook dat uit onderzoek door de European Institute for Improving the Working Life Conditions, dat is een onderzoekinstituut van de Europese Unie, die de kwaliteit van arbeid en levensomstandigheden in de hele Europese Unie bijhoudt, dat er een gestage toename is van klachten over werkdruk.
Op dit moment zitten wij op 55-60% van alle werknemers klaagt over te hoge werkdruk. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat heeft ook een beetje wel samenhang met economisch tij. Zodra het economisch heel goed gaat, dan zijn mensen wat meer geneigd om te klagen. Als het economisch wat minder goed gaat, dus met andere woorden dat posities meer op de tocht staan, dan zijn ze geneigd om iets minder te klagen. Dus het varieert een beetje. Maar grosso modo betekent dat meer dan de helft van alle werknemers in de Europese Unie klagen over hoge werkdruk. Nou, dat betekent dat we natuurlijk heel goed moeten kijken van wat kunnen we daaraan doen. Nou, daar kunnen we iets aan doen. Een van de andere dingen waar we ook onderzoek doen is naar herstel. Eimert noemde al herstelbehoeften, maar wij kijken ook naar daadwerkelijk herstel. En ik heb een vraag voor u. Wanneer denkt u dat mensen het meest vermoeid zijn gedurende een werkweek? Welke dag van de week zijn mensen het meest moe? Zegt u? Zaterdag. Maandag hoor ik. Dinsdag. Nou, zo kunnen we de hele week doorlopen. Waarom denkt u maandag? Dan moet je starten. Optie tegen een lange week. Nou ja, het klopt in feite wel. Over het algemeen blijken mensen maandag ook het meest vermoeid te zijn, maar om iets andere reden. Het heeft te maken met die intensivering van de werkweek. Wat we altijd dachten, dat het weekend, we noemen ook het weekend, is bedoeld om uit te rusten van werk. Nou, wat we in toenemende mate zien, is dat in feite het weekend, de zondag met name, alweer het startpunt is van de werkweek. We hebben het daarna gekeken en hebben ook mensen zeg maar laten aangeven elke dag gedurende lang een aantal zaken die we maken met nou, hoe vermoeid voelt u zich, hoe goed hebt u geslapen, etcetera. Wat voor activiteiten doet u, hoe laat gaat u werken, noem maar op, dagboekje. Nu blijkt inderdaad dat die curve inderdaad zo is dat mensen op maandagochtend het meest vermoeid voelden. Dat heeft te maken met het feit dat de meeste mensen op zondag, middag, avond, alweer gaan beginnen met voorbereiden van een werkweek. De stukken doornemen, de planning doornemen, de stukken die vergeten zijn, etcetera. Daardoor slapen ze die nacht slecht. En dat heeft wellicht te maken met die anticipatie, die verwachting van de hele week die komt. Waardoor ze zeg maar dan het meest vermoeid zijn. Dat neemt een beetje af, dat ebt een beetje af zo na de woensdag. En dan zie je donderdag nog wel weer even een kleine piek. En dan op vrijdag neemt het weer af, omdat men dan anticipeert op het weekend. Het is het laagst op vrijdag, zaterdag ook, maar op zondag stijgt het alweer. Dus waar we altijd dachten dat we een tweedaagse weekend hebben, hebben we in de wijte maar één. En terwijl oude onderzoeken die op het gebied van prestatie richten, altijd aangaven dat de productie op maandag het hoogst zou zijn. Dan keek ze naar productiecurves, maar het had niks te maken met hoe mensen zich voelden en waar ze naar keken. Nou, dat zijn van die ontwikkelingen die te maken hebben met de intensiteit van het werk. En ik denk dat als wij duurzame inzetbaarheid van mensen willen bevorderen, dat we met name naar die aspecten moeten kijken waar we zorgen dat die intensiteit afneemt. Dat we zorgen dat de afstemming tussen wat mensen kunnen en willen en wat van verwacht wordt, beter wordt. En dan kunnen we een aantal van die zaken die vandaag aan de orde zijn bereiken. Ik wil nog even wijzen op misschien het boek wat u gehoord heeft van vader-zoon Skidelsky, dat vorig jaar verschenen is. Dat roept de vraag, how much is enough? Nou, dat is in feite een soort van aanklacht tegen het feit dat we altijd gericht zijn op groei. Efficiëntie en rendementsdenken. Omdat dat zeg maar de onderliggende aspecten is waar we mee doen. Het kan alleen maar efficiënter en meer rendement opleveren als alles voldoet aan die ene norm. We zien dat op het werk, we zien het op scholen ook al. Alles wat een beetje afwijkt van die norm betekent extra werk, lastiger, dus kortom vertaald duurder. En dan zien we dat daar iets apart mee moet gebeuren. Nou, ik denk dat we die trend moeten omkeren, want dat kunnen we niet volhouden. Nou, daar wil ik mijn verhaal van nu maar bij afsluiten. Ja. Zorg je daar dan voor dat die druk minder wordt? Of wat moeten mensen doen? Wat moeten organisaties doen om het terug te draaien? Nou, ik denk dat het begint. Dat klinkt altijd een beetje vaag, maar
Het onderkennen van het probleem is natuurlijk het belangrijkste. Daar moeten we mee beginnen. Dan zeggen we, oké, we vinden ook wel dat er grenzen aan de groei zijn op allerlei vlak. Maar vervolgens in organisaties zou je veel beter kunnen kijken naar de afstemming tussen wat mensen kunnen, hun competenties, vaardigheden, wat ze willen, wat voor behoeften ze hebben van werk en wat voor werk je ze laat doen. Dus de afstemming tussen taken en competenties kan veel beter zijn. U zei in uw voordracht, hoe noemde u dat, efficiency denken. Ligt daar niet de oorzaak? Want als ik naar mijn eigen verleden kijk, tot laten we zeggen begin jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, was het zo dat veel bedrijven die hadden een doel op aarde, noem ik dat maar. Je had nutsbedrijven, die waren ten algemene nutte. De spoorwegen, die vervoerden personen. En op een gegeven moment werd de switch gemaakt naar efficiency. Er moest geld verdiend worden, er moest winst gemaakt worden. En hoe die winst gemaakt werd, was niet meer belangrijk. En ik kan me ook herinneren, vroeger, dan praat je over vroeger, maar in die periode, de grotere bedrijven, ik weet dat die veel meer geld uitgaven en veel meer energie stopte in het opleiden en blijven opleiden en aanpassen van het eigen personeel. En als er iemand de 50, 60 naderde en hij was minder geschikt voor zijn buitenbaan of zo, dan werd er intern wat gezocht. Maar ja, naar mijn idee, we kunnen een hele hoop maatregelen proberen uit te denken. Als we niet iets doen aan dat vermaledijde winst denken, dan denk ik dat het weinig zoden aan de dijk zet. Ja, maar de vraag is dan natuurlijk, kijk, als je ik heb de slide niet, maar de grafiek waarin je uitzet wat de welvaartstoename is, dat is exact dezelfde grafiek als de productiviteitstoename. Met andere woorden, sinds de Tweede Wereldoorlog betalen we onze welvaart uit de productiviteitsstijging. De vraag is natuurlijk, wat is de kip of wat ei? Ik bedoel, als we zeggen, maar daardoor is de werkdruk te hoog en daardoor moeten we het veel doen, dan is de oplossing ook dat je dus dan ook met minder loon en alles moet volstaan. Dus de vraag is, wie heeft hier nu wie aangejaagd, hoor? Deze, dat is meer een politieke discussie. Is het zo dat de bedrijven maar een hoger rendement willen, efficiency, of zijn we als samenleving ook steeds meer looneisen gaan stellen die alleen maar tegemoet konden worden gekomen door efficiënter te gaan werken? Zonder het nou een heel politiek debat te brengen, maar het is wel zo dat daar natuurlijk ergens een fundamentele keuze ligt. Absoluut. Wat denk jij daarover? Ik ben het met meneer eens. Ik denk dat op het moment dat je wil zeggen genoeg is genoeg, dan betekent dat ook dat de consequentie domweg is dat dus ook lonen bevroren zijn en dat dus niet alles maar ook in loon gewoon toeneemt. Dan moet je zeggen nee, toen ik hier kwam werken, deed je per persoon als universitair docent 1 project. Tegenwoordig ben je minkuk als je niet 5 projecten doet. Terwijl het dezelfde dingen zijn. Dus dat gaat maar door, gaat maar door. Als je wil zeggen, dat is me niet genoeg of dat is te veel, dan moet je dus ook accepteren dat er een eind zit aan die salarisstijging. Ja, ik zie inderdaad van, meneer helemaal gelijk natuurlijk, dat er zo'n druk in de samenleving is. Hè. Er zit natuurlijk een heel verhaal achter natuurlijk, dat we als samenleving een bepaalde manier concurrerend moeten zijn. Maar ik denk ook wel, dat hoor ik Eimer net ook zeggen, ook op individueel niveau ligt daar natuurlijk een keus. In wezen kan iedereen nu op zijn 60ste met pensioen ook in een hoop sectoren, maar met minder inkomen. Erg onaantrekkelijk, maar ik noemde net ook al dat deeltijdpensioen. Ik denk dat is iets wat veel actiever zal moeten worden uitgewerkt. En dan krijg je ook op individueel niveau dat je kunt denken van ik heb trouwens ook het idee dat, vind ik ook zelfs heel pijnlijk in dit hele gebeuren, dat er zoveel onzekerheid omheen is. Hè? Met die AOW, dat ging maar heen en weer met mensen. Maar het zou heel goed zijn als dit gewoon toch wat fundamenteler neergezet wordt als iets wat, waar mensen ook hun eigen keuzes kunnen maken. En dan kun je ook die keuze maken op een gegeven moment van ik loop erop vooruit, ik anticipeer erop dat ik op een eerdere leeftijd gewoon wat minder ga werken, eventueel ook met wat minder inkomsten. Ja, nee, tuurlijk. Je hebt aangegeven, het ligt erin besloten, we kunnen natuurlijk andere keuzes maken. Je zou bijvoorbeeld ook, andere dwarsstraat, ervoor kunnen kiezen van we gaan met z'n allen
geen 40 uur werken, maar 4 dagen in de week, 32 uur. En dan blijft er een hoop werk over voor anderen. Die herverdelingsdiscussies hebben we natuurlijk al eerder wel gehad in eerdere tijden. Nou, dat soort dingen kun je ook aan denken. Dat doe je jezelf goed aan, omdat je dan niet zo heel hard meeloopt in het jacht. Je hebt wat meer tijd voor rust. Maar het betekent ook dat je inderdaad met wat minder inkomen te genoegen moet nemen. Daar moet je tevreden mee stellen. Dus je moet je inderdaad afvragen van hoeveel is genoeg? En dat geldt over de hele breedte, als individu, maar ook als samenleving. Ik werk zelf in de zorg. En wat ik zie is dat er ontzettend veel aandacht besteed wordt aan automatisering. Waarbij met name mensen met wat minder competenties eigenlijk niet meer in die zorg aan het werk kunnen. En zelf vind ik dat ook een hele zorgwekkende ontwikkeling, eerlijk gezegd. Als je mensen langer aan het werk wil houden op hun arbeidsniveau, is dat denk ik ook een punt van aandacht. Ja, nou, ik ben het helemaal mee eens. Er zijn natuurlijk in deze in onze samenleving heel wat meer dingen aan het gebeuren aan de hand. Hè. Je ziet van, en die problemen waken ook aan elkaar. Het feit dat het werk complexer wordt, net ook al genoemd, nog los van werkdrukaspecten, maakt dat een deel van de functies, we zien het ook nu vooral ook op het middelbare niveau. Hè, nu vandaag ook met Achmea bijvoorbeeld. Hè, er zijn heel veel mbo-functies die gewoon verdwijnen, omdat de automatisering dat doet. Dat maakt het allemaal veel, veel complexer. Ik heb zelf ook het idee van, we hebben het ook als samenleving elkaar ook wel te lang voor de gek gehouden. Met het idee dat we later met pensioen zouden moeten gaan, dat had... Het gebeurde op een doodongelukkig moment. Juist in het moment een economische crisis dat jongeren geen werk kunnen vinden. Dat had echt aan het eind van de jaren 90 moeten gebeuren. Je ziet op dit moment gewoon dat het ook heel erg gaat meespelen natuurlijk. En dat voel ik ook een beetje uit jouw woorden. Van ja, wat voor een perspectief ligt er dan voor mensen? Hè? En dat is inderdaad iets waar ik ook niet zomaar een antwoord op heb. Maar er is op dat punt natuurlijk veel gaande. Dat klopt. Ik heb ook een vraag. Ik werk zelf ook in de zorg. Wat me straks ook een beetje triggerde in het verhaal, dat we met z'n allen dus langer gaan werken. 67 is nu de leeftijd. En een jaar of 10, 15 jaar geleden, toen hielp ik mensen die 50 plus waren, begon ik al te kijken van nou, hoe kwam die laatste periode in? Want die gingen op een 58ste of een 60ste zwaarde die af. En in een relatief korte tijd zie je nu dus dat die termijn opgerekt wordt en dat mensen ook langer blijven zitten in die posities. Net werd al gezegd, de duurdere werknemers zijn vaak ook de oudere werknemers, die bepaalde functies inmiddels bekleden. En die blijven ook nog langer zitten. Dat stagneert ook weer aan die groeikant. Want je hebt die hele generatie die nu, zeg maar de dertigers die nu onderweg zijn, die moeten langer wachten tot er plek komt op die posities. Hè, omdat mensen daar veel langer blijven zitten. En dat vind ik ook wel zorgelijk. Hè? Niet dat iedereen meteen naar de top moet, maar ik zie wel dat stagneert. En dat zijn dan vaak de iets minder productieven. Hè? Inmiddels zit ik zelf ook in die categorie, denk ik dan. Hè? We gaan ook tegen de 60, dan word je... Hè, we hebben net gezien wat er dan allemaal minder wordt, maar mensen blijven wel zitten in die posities, want die schuiven niet. Hè? Die blijven op die dure functies zitten en die jongere mensen moeten maar wachten. Is dat ook een ontwikkeling waar iets over zou kunnen zeggen? Begrijpt u mijn vraag of mijn opmerking? Ja, nee, maar het is inderdaad de vraag, begrijp ik, maar het is niet echt heel makkelijk om daar een antwoord op te geven. We zien inderdaad van, er wordt nu over 67 gesproken. In 2006 was de gemiddelde leeftijd dat mensen met pensioen gingen 61. Dat is nu 63,5. Dus het betekent eigenlijk in een jaar of 7 tijd is het gemiddeld met 2,5 jaar gestegen. Dat is gigantisch veel. In zo'n korte periode. En als je nu ziet wat ons te wachten staat, zou het heel logisch zijn dat zich nog voortzet. Hè? Dus dat 63,5, dat zal ook al overvleugeld worden. We zijn er als samenleving door overvallen. En dat komt, dat gaf ik net ook al aan, omdat we te lang weggekeken hebben. Er is weinig voor te zeggen, denk ik, waarom iemand op zijn 63e niet gewoon hartstikke met veel plezier zou kunnen werken en heel productief zou kunnen zijn. Tenzij die op zijn 58ste dag van, ik ben over 2 jaar weg. Dus we zitten eigenlijk echt met een relatief snelle ontwikkeling,
waar we veel te weinig op geanticipeerd hebben. Ik heb dus het idee van, misschien wel iets flauw om dat te zeggen, maar dat voor jongeren straks het een stuk makkelijker zal gaan, omdat die er gewoon eigenlijk nu al op kunnen anticiperen. Maar nogmaals, door de snelheid komen een hele hoop van dat, door de snelheid en het verkeerde moment in een lage conjunctuur, komen er veel extra problemen op ons af. Ja. Ik wil daar nog aan toevoegen, is dat al die gegevens over, zeg maar, verminderde productiviteit van ouderen, eigenlijk gebaseerd zijn op terugblikken. Gebaseerd op onderzoek en statistieken die, zeg maar, langdurig terugkijken naar hoe het altijd geweest is. We moeten daarbij aantekenen dat het hele functiegebouw, alles wat daar is, tamelijk statisch is, is weinig veranderd. De vraag is van, als je tot een andere inrichting komt, dat hele gebouw wat flexibeler maakt, ook meer in lijn met wat ik net betoogd had, dat je veel beter gaat kijken naar wat de match is, de fit is tussen de persoon en zijn werk, of omgeving, zeg maar, dan zul je zien dat die verhouding heel anders komt te liggen. Als je mensen meer aanspreekt op de dingen die ze kunnen en die ze leuk vinden, dan zijn ze ook productiever. Wat nu gebeurt is dat, inderdaad, u zegt, mensen blijven lang in een functie zitten, het is allemaal statisch en ik heb het al 10 jaar gedaan, ik moet nog 5 jaar, ik wacht het wel af, et cetera. Dat daagt ook niet meer uit. En ik denk dat er niemand is die wil beweren dat ouderen, en dan hebben we het over ouderen 50, 50 plus, niet meer uitgedaagd zouden willen worden. Dat willen ze allemaal. Ook ouderen willen best nog iets nieuws leren. Een nieuw kunstje. Maar werkgevers geven er geen brood meer in. Ze zeggen, ja, weet je wat, dat is ook de houding. Dus wat dat betreft zitten werkgevers ook heel erg te kijken naar een bestaande stereotype van wat oudere werknemers zijn. Oudere werknemers, zeg maar, jaren terug, waren ook minder productief, omdat werk heel veel fysieke kanten had. Tegenwoordig vraagt werk heel veel andere dingen. Veel meer die cognitieve kenniscomponenten. Daar zijn ouderen heel goed in. Als je daar veel meer op inspeelt en dat laat doen, dan kunnen ouderen met plezier nog hun werk doen. Ik ken ook mensen die de pensioengerechte leeftijd al bereikt hebben en die nog steeds werk zijn, aan het werk zijn, dat zou willen. En als ik dan vraag van, waarom doe je dat dan? Nou, ik heb er gewoon plezier in. Dus dat plezier in werk, dat is cruciaal, daar gaat het om. Je moet mensen uitdagen, ontwikkelingsmogelijkheden geven, et cetera. En niet alvast denken van, nou, die is rond de 40, daar ga ik als werkgever niet meer in investeren. Want dat loont niet meer. Nou, dat is een misvatting. Ik denk als je rondkijkt en zegt, nou, ik ben ooit als dit en dat opgeleid. En wie nog steeds dat werk uitvoert waar hij destijds voor opgeleid is, dan zullen maar weinig mensen zijn. En dat wordt steeds meer. Dus je moet dat veel meer ook als een dynamisch geheel gaan zien, waarin veranderingen veel meer de norm worden. Verandering van functie, misschien zelfs ook verandering van bedrijfstak, dat je andere dingen gaat doen. En daar zal de samenleving ook veel meer op ingericht moeten worden. Scholing, om de 5 jaar of zo, of wat dan ook. Maar die education permanent, waar we vroeger over spraken, die zullen we inderdaad nu eens een keer van stal moeten halen en dat moeten realiseren. En dat moet ook ingebouwd worden in cao's en noem maar op. Dat duurt een tijd, maar dat is zelf, denk ik, wel de richting die we op moeten. Ja, je hebt helemaal gelijk, maar er zijn 2 fundamentele problemen. En die problemen zijn als volgt. Hè. Als baas heb je iemand die goed werkt en eigenlijk in jouw belang is om die te laten zitten. Terwijl het in het belang van die persoon is om hem iets anders te laten doen, om het te ontwikkelen. Dat is probleem 1. He, want als je mensen niet nieuwsgierig maakt en niet ontwikkelt, he, dan bloeden ze dood. Ik ken heel veel mensen die oud zijn en die nog werken. Het tweede probleem zit bij de mensen zelf. Mensen zijn bang. Er zijn medewerkers die willen niet verplaatst worden. Die willen het trucje wat ze altijd hebben gedaan blijven doen. Gewoon omdat ze simpel zijn. Ze hebben een hypotheek. Ze hebben kinderen. Ze hebben geld. En ze zijn bang om in het, in een donker gat te stappen om iets anders te doen. Volgens mij zijn dat de meest fundamentele problemen die ik vanuit mijn ervaring heb meegemaakt. Dus een baas die zegt van, die persoon is goed. En ik, eigenlijk zou die eens wat anders moeten doen, maar ik laat hem niet gaan, want dan loop ik het risico, moet ik weer iemand nieuw nemen. En het tweede, ontzettend veel angst bij mensen om echt iets anders te gaan doen. Nou ja, goed, ik zie het probleem wel, maar en met dwang zou je dat wel op kunnen lossen. Nee, er is geen dwang voor nodig, denk ik. Kijk, het eerste probleem, dat duidelijk, die werkgever, maar die moet sowieso vervangen voor, wat we noemen, opvolging.
De man gaat misschien nu niet weg of wat dan ook, maar dan gaat hij over 5 jaar weg. Of hij gaat een andere baan nemen. Dat punt van dat die zo goed is dat je hem wil laten zitten, dat moet je sowieso oplossen. Je moet altijd zorgen dat je doorstroming hebt. Op zich is dat ook zelfs goed voor een organisatie, dus moet je zo willen. Het andere punt, dat mensen zelf niet willen, dan haal je denk ik 2 dingen door elkaar. Op de eerste plaats, tuurlijk, mensen willen zekerheid van inkomen. Als dat gegarandeerd is, dan zijn ze best bereid om iets anders te doen in het werk. Maar als je zegt van ja, kijk, ander werk hangt samen met inkomensonzekerheid, dan snap ik het wel. Dat is logisch. Maar als je die inkomenszekerheid garandeert, dat je het niet met ontslag bedreigt of zo, maar zeg nou goed, zou je niet een keer iets anders willen doen, van dit naar dat, dan denk ik dat heel veel mensen daar best toe bereid toe zijn. En nogmaals, niet iedereen hoeft dat te doen. Kijk, we zijn allemaal van een beetje verschillend. Maar ik denk dat het zo insteekt dat het best werkt. Ja, wat ik me wel bij kan voorstellen is inderdaad van alles is vanuit stilstand moeilijk in beweging te brengen. Maar als er al een beetje een vaart in zit, dan kan dat doorstromen. Met andere woorden van wij hebben of wij laten ook allemaal mensen ook te lang in een bepaalde positie zitten. Totdat het inderdaad dan zoiets komt dat je moet veranderen. En naarmate je al meer verandering hebt gehad, het zij van functie, het zij van takenpakket, zul je denk ik ook meer durven om af en toe iets anders te kunnen. Hè? Vanuit de werkgeverskant vind ik het wel ook wel een fundamenteel punt. Van dat hoor ik ook heel vaak tussen HR en lijnmanagement. Dat er van lijnmanagement dan op de rem trapt. Hè? Want waarom zou je een goede medewerker naar een andere afdeling laten gaan? Hè? Maar daar ligt toch een bepaalde verantwoordelijkheid van de organisatie. Om ervoor te zorgen dat je mensen niet ergens laat zitten totdat inderdaad niet meer anders kan. Dat je echt ook de vraag moet stellen, en daar goed zijn natuurlijk heel veel, natuurlijk alle instrumenten hebben daarvoor, hè, van loopbaangerichte gesprekken, toch goed kijken van ja, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen in beweging blijven en toch ook makkelijker weer nieuwe stappen kunnen zetten. Maar dat betekent voor de werkgever dat die mensen ook soms niet de dingen moet laten doen waar die op dat moment toevallig het meest productief in is. Bij de start van je job moeten doen. Iemand die komt ergens binnen, solliciteert op een bepaalde baan. En dan zou zijn baas eigenlijk moeten zeggen, of de HR manager of weet ik wat, die hem aanstuurt van luister eens, we hebben hier het beleid dat iedereen pakweg om de 3 à 4, 5 jaar maximaal gewoon van job wisselt. Ja. Van functie, blikverbreding. Mooi verhaal. Zonder enig probleem met terugschroeven van salaris. Het is een mooi verhaal. Ik ben met een project bezig, Connecting Generations. Hè? Connecting Generations. Ik coach jonge professionals hier in de omgeving, juist zeg maar hoe zij de ouderen kunnen beïnvloeden. Dus ik draai het eigenlijk een beetje om. Ik vind dat zij de mentor, want die jeugd nodig om de vernieuwing te introduceren en om waarom doen we het hier altijd zo vraag te stellen. Hè? Dus om wat vernieuwing te introduceren. Wat gebeurt er? Ik hoor mensen die worden gewoon achter een kast getrokken en die zeggen, joh, schei jij eens even uit, hè? Met vragen te stellen. Zo doen we het hier niet. Hè? Dus ik zou dat heel plezierig vinden, maar er zit een cultuur die zeggen van, joh, doe nou maar gewoon, dat doe je al gek genoeg en wij willen dat altijd zo houden. Nou, vanuit die optiek stel ik die vraag en zeg, maar hoe krijg je daar nou beweging in? Robert zojuist gezegd, we zijn als samenleving enigszins overvallen door de problematiek en de snelle ontwikkeling. We hadden daar eind jaren 90 al aandacht aan moeten schenken. Ik wil hier de bezwaar maken tegen het woord overvallen. Ik wil de stelling poneren dat we voor de gek gehouden zijn door de politiek. En dat wil ik onderbouwen. Ik kan me nog levendig een gezamenlijke college herinneren in het voorjaar 1975 door de heren Piet Steenkamp en Halberstad, toendertijd adviseurs van regering Joop den Uyl. En die zeiden toen al, we krijgen na 2000 drie grote wezenlijke sociale problemen. De eerste is de vergrijzing, de tweede is afnemende groei van of geboortes, waardoor de verhouding werkende-niet-werkende compleet scheef getrokken worden. En die twee zaken die leiden tot een enorme uitgavenstijging. En dat wordt versterkt of verergerd, die problematiek, doordat de aardgasbaten dalen.
En toen werd de vraag gesteld, waarom doen we daar niks aan? Als, nou, toen de tijd was BV Nederland, dat woord was nog niet uitgevonden. En beide zeiden, de politiek en met name Joop den Uyl wil dat per se niet op de agenda hebben. Dus en beide zeiden, als we nu een kleine correctie, koerswijziging doen, misschien al heel langzaam begonnen waren met van 65,1 te maken, dan was dat allemaal niet nodig geweest op dit moment. Waarom ik die term overvallen gebruikte was van, dat ik zei van, wij worden op dit moment in een economische crisis erdoor overvallen. En ook door de toch wel grote snelheid waarmee het proces zich momenteel afspeelt. Maar ik ben het inderdaad met u eens. Nee, ik ben het met u eens dat de politiek het gewoon niet, en ik zie dat echt, er zijn verschillende regeringen geweest in die periode die het hadden kunnen doen, die toch, de politiek heeft er gewoon moeite mee om grote besluiten te nemen op momenten dat ze niet volstrekt urgent zijn. En ik denk dat daar heeft gewoon de fout in gezeten. En het was natuurlijk altijd makkelijk om te denken van, dat komt dan wel. Ik denk ook, we trekken nu ook heel veel problemen naar ons toe, hè. We pakken nu pas de discussie op van, is straks het pensioen voor jongeren te betalen? Pensioenfondsen zijn rijk genoeg om die pensioenen op niveau te houden, met het risico dat er straks niks meer is. Maar nu pakken we de volle verantwoordelijkheid naar ons toe, wat we nu de urgentie voelen. Maar dat is wel heel veel bij elkaar. En dat bedoelde ik eigenlijk meer van, ik noemde de jaren 90, maar u heeft gelijk hoor, dat natuurlijk al, er was al veel meer bekend op dit punt. En nog los van het oude worden, de hele babyboom, was natuurlijk duidelijk dat dat ook grote impact zou kunnen hebben. Maar op dit moment, vind ik, gaat het heel snel en pakken we de volle problematiek naar ons toe. Ik vond het tot nu toe een erg interessante discussie en ik hoorde dat de verschillende sprekers ook hun eigen invalshoek kunnen toelichten. Mijn vraag is als volgt. Ik wil iets vragen over het proces van demotie. U liet al zien, professor Grip, in een grafiek dat de productiviteit op een gegeven moment begint achter te lopen bij de groeiende salarissen. Die kloof waar het over had. Een theoretische oplossing daarvoor is het proces van demotie, waarbij oude werknemers lagere salarissen zouden gaan krijgen. Natuurlijk politiek gevoelig, ook al in verband met het feitelijk pensioen op latere leeftijd. Hè, middelleeftijdpensioen, iets dergelijks. Hoe staat u tegenover het proces van demotie als mogelijke oplossing in deze? En een andere vraag die ik nog zo graag zou willen stellen, kunt u het proces van deeltijdpensioen wat verder uitleggen? Zal ik eerst even ingaan op het idee van de demotie. Als je kijkt naar productiviteit, dan moet je eigenlijk onderscheid maken dat je ziet voor heel veel facetten van productiviteit, van functionele capaciteit zoals we het noemen, zie je inderdaad een afname door de jaren heen. Het is alleen, en het maakt niet uit welke maat je daarvoor neemt. Of het nou gaat om hoe kracht je in je arm hebt, of hoe hard je kan lopen, of hoe je denkproces gaat. Gemiddeld, en dat laat deze lijn zien, gaat het naar beneden. Waar je leven moet oppassen is dat het een gemiddeld is en dat de jongeren veel meer op elkaar lijken. Als naarmate de ouderdom toeneemt, zie je een steeds groter verschil ontstaan. Je ziet dus zeg maar, bij AT Simpelhouwer iemand die hard kan lopen, zie je dat dus, zeg maar, op 70-jarige leeftijd nog mensen die de marathon kunnen lopen en niet meer, terwijl de jongeren veel homogener zijn. Je moet dus oppassen dat dus ouderen lijken minder op elkaar in die leeftijdsgroep qua productiviteit als de jongeren. En als je nou terug gaat vertalen naar de emotie, zou ik ervoor tegen zijn om de emotie dus aan een leeftijd te koppelen, juist op een leeftijd waarin de verschillen zoveel groter zijn als bij de jongeren. Met natuurlijk in acht nemen wat er net al allemaal is gezegd, dat ene beroep het andere niet is en dat er ook ding is. Maar sowieso dat we dat generiek doen per leeftijd, vind ik dus heel gek, omdat daarbinnen in een groep zit die je absoluut tekort doet en misschien een groep die je daarmee te veel bevoordeelt, omdat het zo uit elkaar trekt. Dus dat is absoluut. Die mensen in 80 jaar, ja, om te gaan spreken en te spelen wat je behoeft. En dan komt de vraag dat iedereen dat maakt, neem je het minder op salaris genoemd? Nou, als je het wil afmeten aan wat iemand nog kan, dan moet je dus naarmate wordt het op bij toenemende leeftijd is het steeds meer maatwerk. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Je zou in feite dat voor jongeren kan je dat makkelijker. Die zitten dichter bij dat gemiddelde lijntje als de ouderen.
En dat pleit ervoor om dus niet vanuit mijn perspectief, want je wou het even alle drie horen, dus een bijna een volmondig nee. Alleen op leeftijd. Zonder verder maatwerk te doen, zou ook mijn antwoord nee zijn. Als ik daar even op mag aanhaken, dan mag. Ik zou er ook op tegen zijn, om dezelfde redenen als Eimert. Maar ik zou er aan willen toevoegen, mijn oplossing die ik bepleit heb, is veel meer van aan de andere kant kijken. Zo van, hoe kun je nog het werk afstemmen op die mensen? In aansluiting bij wat Eimert net zei, inderdaad waar, dat voor ouderen de vaardigheden, mogelijkheden, competenties, alles veel meer uit elkaar lopen dan voor jongeren. Maar je moet er ook bij aantekenen, is dat sommige mensen wel altijd in hun levensloop ontwikkeld zijn, doorgegaan zijn, veranderingen, et cetera, op allerlei punten. Dus ik heb al gezegd, van je lichaam moet je gewoon gebruiken. Hetzelfde geldt voor de hersenen. Als je het gebruikt, ontwikkelt het zich nog steeds. Dus dat idee van demotie, een generieke demotie op leeftijd, dat miskent dat proces allemaal. Kijk, al die figuurtjes, die curven die je daar hebt gezien, zijn een weerslag van het heden en het verleden. Waarin niet meegenomen is dat wat je zou doen als je de situatie anders aanpakt. Mensen meer scholen, mensen meer laten trainen, ontwikkelen, et cetera. En als je daar nog aan toevoegt van dat je het werk veel beter laat aansluiten bij wat mensen nog kunnen op je leeftijd, dan is het hele verhaal van demotie is weg. Ja, ik wil er nog op aanvullen dat. Ja, dus sowieso ook helemaal met jullie eens dat de emotie koppelen aan een leeftijd, dat is volstrekte onzin. Het is soms ook de makkelijke oplossing die je gauw gaat roepen, als er bij wijze van spreken achterstallig onderhoud is, hè, van de competenties van iemand. Ik noemde Capgemini ook als bedrijf. Die heeft die mensen in 2000 met veel te veel beloftes binnengehaald. Toen ze ze moesten hebben, daar betalen ze nu de prijs van. Die willen ze dan afwentelen op hun medewerkers. Dat is in een sector waarin de kennis heel snel verouderd, IT. Andere sectoren geldt het helemaal niet. De emotie is natuurlijk ook een soort containerbegrip. En eigenlijk gaat het erom dat de functie een andere inhoud moet hebben. Ik vind een hele mooie vorm van demotie, dus wel een beetje in de top dan. Als mensen in directiefunctie zitten van hele grote bedrijven, dan gaan ze op hun 60ste gaan ze naar de raad van commissarissen. Nou, dat is pure demotie, want ze zijn van die stress af. Maar ze kunnen een beroep doen op hun wijsheid. En ze verdienen waarschijnlijk ook wat minder, maar dat weten we ook allemaal, dat is ook nog wel genoeg na die tijd. In dat soort termen moet je erover nadenken, over functieinhoud. Je ziet ook afgelopen kabinetten, ook nu nog, ministers van boven de 65. Niemand heeft over dat zij hun werk niet aan zouden kunnen. Het zijn allemaal hele duidelijke vormen van waarin ouderen, als het maar op ervaring rust, kennis die ze hebben, gewoon heel erg concurrentievoordeel hebben bij jongeren. Ja, maar ik wilde misschien, Martin, misschien kunnen wij nu ook een raad voor professoren instellen hier in deze universiteit. Tweede vraag was nog de uitleg van het deeltijdpensioen. Daar wil ik wel iets over zeggen. Dat is eigenlijk nog ook een heel pril dossier. Er zijn gewoon in verschillende cao's komen er ook steeds meer mogelijkheden. Dat betekent toch eigenlijk dat je op een gegeven moment, meestal boven je 60ste, ervoor gaat kiezen om minder dagen te gaan werken. En die andere dagen al pensioen te krijgen. De discussie daarover, die zie ik wel bij de pensioenfondsen. Ze zijn er ook al heel erg mee bezig. Ik zie dat bij het ABP ook. Dat is ook graag op dat soort punten. Want dat is natuurlijk ook een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de premie niet nog verder omhoog gaat en de pensioenen niet naar beneden gaan. Een andere optie kan natuurlijk ook zijn dat je boven die schakelleeftijd, die nu naar 67 gaat, ook zegt, daarna blijf ik ook nog een dag in de week werken. Dus dat ook op dat punt zou je flexibel kunnen zijn. Maar ik heb het idee dat we ook die kant op moeten. En dat geldt eigenlijk, pak ik ook even de emotie nog mee, dat het individuele keuzes worden. Dat je op een gegeven moment toch de keuze moet hebben van ga ik van 5 naar 3 dagen terug en bouw ik dat af? Of kies ik nu voor een functie met een lager loon die wat minder belastend voor me is? Dat zouden goede keuzes kunnen zijn. Als ik daar nog even op mag inhaken. U snijdt nu net heel terecht het fenomeen aan. Minder uren, minder dagen werken. Ik denk dat daarmee ook de angel wel eens uit het hele
doorwerken tot 67 of wellicht in de toekomst nog 68, 69, dat je daar de angel mee eruit haalt. Wel langer werken, in jaren, hè, in leeftijdsjaren, maar wel korter in dagen. Ik denk dat daar veel meer begrip voor is dan de dwang die men ervaart. Wij moeten met z'n allen tot 67 binnenkort werken. Ik zie ook in die, en het wordt nog langer. Ja, ik zie ook in die enquêtes die wij houden, dat heel veel mensen aangeven daar ook behoefte aan te hebben. En we zien bij de werkgevers ook in die sectoren ook wel dat ze daarover aan het nadenken zijn. Ik denk dat daar de arrangementen gewoon nog goed neergezet moeten worden. Maar dat het natuurlijk veel mooier is als de overgang van werk naar pensioen geleidelijk is. Ik denk sowieso lijkt me dat goed. Misschien een aanvullende vraag, hè? Want we praten over de inkomstenkant. Maar zouden we ook niet wat kunnen doen aan de kostenkant? Zouden daar niet dat je minder kosten hebt? Heel simpel, Belgen, die lossen hun huis na 20 of 30 jaar af, hebben we misschien wel minder pensioen, maar ze hebben ook veel minder kosten. Zouden daar niet, zit daar niet een truc in en een aantal maatregelen, zodat je op oudere leeftijd ervoor kan zorgen dat het kostenpatroon van mensen naar beneden gaat? Want het hoeft niet alleen aan de inkomstenkant te zitten. Het zou ook, als je minder uit te geven hebt, dat zou ook heel interessant kunnen zijn. Ja, ook op dat punt kunnen we natuurlijk de samenleving de schuld geven. Maar we zijn hier gemiddeld in Nederland, ook met grote individuele verschillen, er ook niet steeds minder toe overgegaan dat we op onze 62e, 63e een hypotheekvrij huis hebben. Dat zou natuurlijk perfect, dat zou perfect zijn dat in je huis ook het vermogen zit. Zonder het idee dat je dat dan door moet geven aan je kinderen. Maar dat iets is voor de oude dag. Maar dat soort arrangementen hebben wij in Nederland de afgelopen decennia er wel de speling uitgehaald. U had het net over onze cognitieve vermogens. Hè. Dat is een interessante studie van professor Piet Hoeben. Hij is al met emeritaat, wellicht kent u hem, van de interactieve ontwerp gerontologie van de VU in Amsterdam. En die heeft dus in die grafiek, ik weet niet of je op internet staat, maar in ieder geval daar kun je uit opmaken dat onze fysieke vermogens, en we weten dat uiteraard allemaal, dat die na ons 30ste behoorlijk afnemen. Maar onze cognitieve vermogens, die groeien door tot ver in de 80. Dus ik vind dat wel troostrijk om dat even te zeggen ook. Hè? Dus even tussendoor. Andere vraag. Wat mij verbaast is, als je bij organisaties, instellingen, bedrijven gaat informeren bij de personeelsafdeling of bij HRM, naar mogelijkheden om het HRM-personeel zelf te trainen en de mensen beter te equiperen met ideeën voor hoe dat ze hun werknemers langer en duurzamer aan het werk kunnen houden, dan kom je eigenlijk nauwelijks belangstelling tegen om daar op in te gaan. En dat verbaast me iedere keer dat daar nauwelijks aandacht voor is. Kunt u dat wellicht uitleggen hoe dat komt? Als u de mening deelt, uiteraard. Ja. Ik heb er ervaring mee. Dus als u het niet meteen zegt, zie ik mag het wel zijn. Nou, ik herken het niet. Misschien moet je even zeggen wie je bent. Op dit moment werk ik op de universiteit bij Human Resources, maar ik heb op Nijrode gewerkt, bij Cargill gewerkt, ik heb bij Libertel Vodafone gewerkt en ik zit nu bij de universiteit. En ik herken het absoluut niet. Dus ik weet gewoon dat dit soort bedrijven altijd enorm veel geïnvesteerd, en ook de universiteit, in het ontwikkelen van mensen. Dus er zijn wel nieuwe trends. En de nieuwe trend is dat alle onderzoeken tonen aan dat training eigenlijk het minst effectief is in termen van leren. Maar gewoon het leren op de job, het nieuwe dingen doen, andere ervaringen doen, dat het meest, bijdraagt aan je leren. Dan de contacten, zoals dit soort dingen, dat zijn ook leerervaringen. En dan in de laatste paas eigenlijk plaats pas een training. Dus er wordt ook steeds meer nagedacht. En we kunnen dat nog niet om dit soort dingen op een nieuwe manier in te vullen. Maar ik herken het absoluut niet. Hoe durf ik dat? Dat zou ik niet durven tegenspreken natuurlijk. Nee. Maar goed, er zijn een aantal problemen bij. Kijk, een training staat vaak geïsoleerd van wat mensen doen. En dan worden ze een dag ergens in een hutje op de hei gezet. En dan de volgende dag gaan ze weer gewoon verder met de dingen die ze deden. Met andere woorden, als er geen sprake is van transfer
van wat je geleerd hebt en dat gelijk toepassen in de praktijk en het blijven toepassen in de praktijk, dan zijn trainingen inderdaad tamelijk nutteloos. Dat klopt. En in dat opzicht is training on the job, dus wat in feite dus voortdurend is, die vaardigheden die je moet doen, gewoon oefenen en daarbij verteld worden hoe je het moet doen, veel effectiever, ja. Ja, dan nog even los. Sorry. Nog even los van het al of niet hoge rendement van training. Het leren op het werk is ook een gigantisch potentieel. We hebben verschillende onderzoeken doen we daarna en even heel kort door de bocht geformuleerd komt eruit dat de meeste mensen aangeven, zowel hoog als laag opgeleide, dat 30% van de werktijd doe je eigenlijk dingen waarvan je leert. En dat kan nog veel hoger pieken. Ja, zoveel uren training kun je nooit volgen in een jaar. Dat zijn er honderden uren. En bovendien, toen dachten we ook nog van, ja, dat zal wel vast wel iets minder zijn dan in een training. Nee, daar leer je nog net zoveel van als op een training. Wat we trouwens wel zagen is, ik heb al het idee van, je hebt goede en slechte trainingen. Dat goede trainingen, dat leren op het werk, wel kunnen stimuleren. Ik vat het op in termen van mensen op scherp zetten, weer eens opnieuw nadenken over dingen. Maar dan moet er een hele goede relatie zijn tussen de training en het werk. En er moet een soort follow-up zijn, dat het niet ophoudt als je weg bent uit het trainingscentrum. Ja, en er komt bij, sommige dingen zijn lastig op het werk en tijdens het werk aan te leren. Dus zul je even de tijd voor moeten nemen om even zeg maar, de nieuwe kennis, de nieuwe inzichten tot je te nemen, voor je het kunt toepassen. Dus je moet het een beetje nuanceren. Nou, er zat in uw vraag ook nog iets anders besloten, want jij zei van ik herken het niet, maar wat herkende je nou letterlijk niet? Want ik was even. Nou, dat het niet gestimuleerd werd om te leren van mensen. Ik weet gewoon dat daar enorme budgetten voor zijn. He, dus dat herken ik dus niet, dat vanuit een bedrijf, dat er niet gestimuleerd wordt om te leren. Wat ik wel daarvoor heb gezegd, dat soms dingen mensen vastgehouden worden en soms mensen niet moeilijk in beweging te zijn. Dat herken ik wel. Maar niet dat vanuit, in ieder geval vanuit budgettaire redenen, dat mensen niet gestimuleerd worden om te leren. Nee, maar ik moet er wel bij zeggen, kijk, in die zin herken ik het punt wel. Want kijken we bijvoorbeeld naar de hele onderwijssector. Er zijn altijd budgetten die vrijgespeeld worden in de C-onderhandelingen voor scholing. Alleen, dan moet zo'n docent op scholing, dat betekent dat je een dag niet voor de klas kan staan. Maar dat betekent dat kan dus niet, want die kan niet vervangen worden, dat is geen vervanging. Dus het werk laat gewoon niet toe dat die scholingsuren ingevuld worden. Dus dat is wel een praktijk wat heel veel voorkomt. Nou, ik wou nog even aangeven twee dingen. Eentje, dat gedwongen veranderen, dat gedwongen mobiel worden, zeg maar, dat toch ook gevaren heeft. Je spreekt over mensen met competenties. En een van de competenties heeft zijn oorzaak ook in karakter en in andere karaktereigenschappen met kwaliteiten en valkuilen. En als je een star iemand gaat dwingen om te veranderen, dan moet je dus heel voorzichtig mee zijn, want er gebeuren ongelukken. Dan wordt er echt zware overspannenheid en andere gezondheidsrisico's staan dan op het spel. Dus ik denk dat ik zeker voorstander ben van bottom-up, hè, praat met mensen en hun wensen en hun affiniteiten en hun competenties om zich verder te ontwikkelen. Of te veranderen of mobiel te worden. Ik denk dat het woord dwang niet zo letterlijk opgevat moet worden dat iemand het pistool op de borst zegt en nu verander jij. Nee, ik denk dat het veel meer bedoeld wordt in de zin van maak het tot gewoonte, tot norm. Als anderen doen, dan wil die ene niet achterblijven om ook niet een beetje te bewegen. Ja, dat zijn we ook alleen maar even aangeven. In dat licht wordt er ook vaak soms ook gesproken dat niet alleen de individuele medewerker een leeftijd hebt, waarbij competenties kunnen verouderen, maar er wordt ook over bedrijven gesproken, over hun leeftijd. En dat kan op dezelfde manier, dat kan dus de chronologische leeftijd zijn. Een bedrijf kan ergens 30 jaar geleden in één keer ontstaan zijn en die blijft. Dus ze worden massaal oud. Dus de leeftijd van bedrijf is gewoon in chronologische leeftijd oud. Maar het bedrijf kan ook zijn vaardigheden verliezen door te weinig te investeren. Dus ergens zal je vanuit het bedrijf ook wel moeten om ook je vaardigheden als bedrijf op peil te houden. En dus ook niet te verouderen. Dus in die zin is het parallel met het individu wel treffend. En zal het toch ook niet alleen maar uit eigen keuze moeten zijn, maar soms ook met dwang. Alleen omdat het moet. Ik denk ook van nog los van alle grote individuele verschillen. Dit geeft ook voor mij altijd aan van dat het
je niet zo heel ad hoc naar één ding moet kijken. Dat heeft heel erg te maken met een cultuur. En ik gaf net ook al aan van zorg voor meer verandering en dan wordt het daar ook makkelijk. Ik ben zelf nu ook bij een project van ABN AMRO betrokken, wat ik ook wel vrij innovatief vind. Die hebben dus niet over job rotation, baanwisseling, maar task rotation. Smart jobs noemen ze dat. Dat hebben ze gedaan, een soort internetmarkt zijn ze aan het ontwikkelen, waarin mensen voor, ik zeg het even uit mijn hoofd, voor 4 weken, 1 dag in de week op een andere afdeling kunnen werken. En daar kunnen dus afdelingen ook zeggen, oké, we hebben momenteel druk, we hebben zo'n baantje voor iemand. En ze hebben dat ook met competenties wat. En dan kun je dus, als je denkt, dat is wel iets voor mij, kun je dat gaan doen. Dat zijn van die kleine dingen, denk ik, die het ook makkelijker maken om niet in één keer zo'n grote jump te maken van de ene baan naar de andere. Maar dat je zegt van oké, dat is toch eens proberen. Ik denk het ook een beetje te kunnen. Dat je dan dat is 1 dag in de week voor een paar weken doet. Ik denk dat soort vormen moeten we ook naartoe. Ja. Misschien kunt u mij als case study gebruiken. Ik werk al 20 jaar bij Studium Generaal of meer zelfs. Maar het verveelt me nooit, maar dat komt ook door u. En uiteraard zeker door de professoren ook weer vanavond die hier spreken. Heb jij nog iets toe te voegen aan deze avond af te sluiten? Ik dank dan in ieder geval Rikke Jansen en de heren die gesproken hebben over hoe het is om ouder te worden en langer door te moeten werken eventueel. Ik dank u. En de zaal. De raad van professoren.